schrok me dood van Chris. Sorry, ik ben ook niet zo. Ja, maar wat is het niet? Ja, kleur. Telefoon. Hey, telefoon. Kom het licht afstaan. Ja, maar. Ondergang. Ah, ja. Wat is het? Hoe kan dat dan? Moet je uit? Het is echt een goede oproep. What the fuck was dat? Niet. Nee. Ja? Ja, ik net hier in die andere gang. Asiel. Moet u straks even in de opnames kijken, want daar hoorde ik net, maar volgens mij was het een vogel of een vogel die iets heel raars in ieder geval zei, maar hij zei iets van kom neer. Kom nabij, maar dat twee keer. Het enige wat ik daar hoorde waren vogeltjes fluiten. Ik kan het niet terugkijken in de opnames 1, 2, 3, maar... We moeten wel straks even nakijken. Dorst. Ja, kunnen hiernaast eens in die andere gang dan gaan? Moet je even zo omlopen. En die eerste gang, ja. Stonden. Daar liep ik door. En toen kwam dat ineens, dat was een hele rare vogel anders. Ja, nou, ik snap het wel. Ik wilde echt niet gekjes met je natuur. Volg u. Volg u. Tijd voor hier, niet dat daar iemand overvalt. Gewond. Wat? Hoe komt dat aan? De auto. Nog een keer. Ze missen het. Oh, sorry. Ken niet meer. Oh. Ja? Oh, okay. Even trappen. Oh, leuk. Kijk maar. Oh, hè? Huh? Oh, dat is wel grappig. Ik hou hem vast voor Anton. Super. Oh. Ja, ik heb altijd portier willen zijn. Zo is het best leuk. Hi, ook hier. Boah, naar in dat andere gebouw liep ik achteraan met Denise. Ik zeg zo de hele tijd of ik hier gewoon of iemand of iets achter me aan doet. Dat voelde zo niet fijn. Dat is een keuken geweest. Kijk, dat is iedereen nog hier? Volgens mij mis ik een gedeelte. Oh, ja. Wat zijn dat voor? Ik denk dat die staan even nu nog weer eentje. Oh, ja. Zwak. Zwak. Die zijn zwak. Die lopen achter.
Even uitkijken voor je hoofd. Super taal hier. Maar goed kloppen en dan is het wel weg. Ja. Ja, ik denk dat dat heel makkelijk naar beneden komt. Ik zie hier ook. Dat breekt van elkaar. Moet ik tegenaan trappen? Helemaal trappen niet nodig was geweest. Nee. Soms iets agressief. Die. Ik weet dat je het anders. Voordat iemand dadelijk zijn hoofd dat tegen stoort. Ja. De wc of de douche. De wc of de douche. Ik wacht elke keer op de zomer en zal ik je verder om dan in te staan. Maurice heeft ook nog zaklampen, Denise. Ja, is oké. Mij zal hij toch nog leeg. Geen idee wat dit hoort. Receipts. Dus als je plasje moet doen. Ik zie je. Nou, dat zie ik wel ooit. Ik zie je, zet. Oh, oh. Hey, go. Hey. Allee. Hi. Hi. Oké. Okay. Hier zal proberen. Ik kreeg net een hartverzakking. Of het is een schaduw van zijn rugtas, of het is gewoon een schaduw wat ik dus net heb genoemd. Ja, ik heb wel genoemd en ik heb gestopt. Dus. Ja, we kunnen hier eens proberen. Het is nu lekker rustig hier. Druk. Er ligt daar een heel groot plastic zak. Kom hier, dat tegen gaat schoppen. Het stinkt dat ik niet zo kan maken. Waarom gaan we zo ver af? Ik denk dat we hier wel een. Nee. Ga daar niet. Huh. Wat? Zo! Je zit een grote spin. Denk je wel. Triggerbolt. Rempot en triggerbolt. Zo! Nou, ik moet eens wel. Nou, jongens. Zo, dat je er bent. Sorry. Nou, je bent niet. Ik ben niet wat. Wat bedoel je met ik kan het niet? Je kunt wel dat apparaatje aanraken met het groene lampje. Kun je dan ook het apparaatje met het rode lampje aanraken? Zou je erbij kunnen komen bij het apparaatje nou? Oh. Dankjewel. Kijk. Ah, we zijn het eiland proberen. Ja. Hoeveel? Ze hoeven niet bang te zijn. Ja, net waren er 3 apparaatjes. Kun je nu ook 4 apparaatjes af laten gaan? Nou, waar is dit kunnen proberen? Staan we wel met... Met 10 man eromheen. Allemaal schijnwerpers en weet ik wat allemaal. Ik zou me ook niet heel prettig bij voelen als ik nu hier rond... Nee. Asiel. Nee. Dus... Gaan we. Goedendag. Nee. Ik ben niet bij. Niemand van ons was rijk. Was jij rijk? Dat is goed. Dat is heel goed. Nou, dat is niet goed. Ik maak wel een onze bed al rijden. Ik zal hem ook zeggen wat ik geef. Ik ben geen onderdeel. Nee. Ik ben het niet. Anders loop eens met die en nog een paar andere mensen naar die kamer. Pak je de rem erop mee. Ja.
Dit is even kijken. Dit is wel een bal. Wat wil je mee? Eén balletje hier aan, één balletje daar. Hier en hier nog. Ja. Dan heb je dat balletje bij. Dit is wel. Ja. Bijbel. Had je wel wat luxe op camera gehad? Jammer. Kijken 27. Nou, ik ben geen 27 meer. Nee, ik ook niet. Niemand? Nee. Seconde, keuken. Ja. Oh, ja, ja. Schot. Ja. Ben jij door een schot om het leven gekomen? Ben je doodgeschoten? Ik weet niet, ik hoorde dat. Ik hoorde een bepaalde adem of zo. Zo. Hallo. Ik ben moord. Ja. En dan moet je, ben je aan het filmen? Ja, ik kan het niet. Dan moet je dat even onthouden. Of even nu stoppen en opnieuw beginnen op te nemen. Ja. Als je gaat terugluisteren, dat je het weet. Ja, goeie. Oh, ik heb dat is nog vrij hoog, vind ik. Zou jij misschien aan een van die apparaatjes willen komen? Of zou je eens dat balletje kunnen bewegen? Dat balletje doet iets heel leuks. Als je dat heel klein beetje beweegt al. Dankjewel. Was jij dan net degene wat die zucht deed bij je, Alwin? Als jij dat was en laat dat apparaatje met het rode lampje eens afgaan. Ik ga het stoppen. Laat het bij jou afgaan. Ja, dat is in de buurt. Weet je, leuk achter dan wel. Als jij diegene was wat deed zuchten, dan laat het apparaatje met het groene lampje eens afgaan tot rood. Ja, helemaal tot rood. Kom, zit erbij. Raak het apparaatje maar aan. Raak het apparaatje maar aan en laat me afgaan tot rood. Ja, die is ook rood, maar aan. Daar zit ook een rood lampje op, dat ja. Klopt. Deze misschien? Nou, ga maar weg bij dat apparaatje. Dankjewel. En dan raak je dat apparaatje met dat groene lampje aan. Naast Alwin, hier waar ik sta. Eerste. Deze, dit apparaatje. Het apparaatje hier in de hand met het groene lampje. Kan je dat nog een keer aanraken? Kun je dan bij Joost? Ja, toch hè? Ja, ik ben heel slecht met namen, dus sorry. Ja, goed. Kun je dan bij Joost het apparaatje met het groene lampje af laten gaan? De jongen met de pet. Onderstaand. Onderstaand. Ik heb niks onderstaand. Hartinfarct. Ik stond hier en ik hoorde letterlijk een geheim zo in mijn oor. Sorry. Mij. Ben je een vriend? En blijven gaan. Dus van wat je dat bij Owen dat deed, toen gingen ze allebei keihard af. Wraakzuchtig. Dat deden ze. Nog steeds. Echt? En ik wil. Een beetje lang. Maar nu is hij weg, denk ik. Nee, toch niet. Is hier nog iemand? Nou, dan gaan wij verder. Doei. Blijf maar hier.
En dan blijf jij hier, je gaat niet met ons mee. Alles dicht maken of zo. Nou, goed duim voor dicht. Zo mooi trekken. Dat lijkt wel zo'n. Als hier iemand is in deze kamer, kun je het lampje op mijn apparaat af laten gaan. Proberen van dichterbij te komen. Aanbieden. Laten we zo zeggen, je bent hier eigenlijk nooit alleen. Dat hoor. Hier niet? Dicht. Nee. Nou, gezellig wel. Schrik ook even, Chris. Ja. Probeer eens te kijken of je iets wil reageren of ja, reageer best wel. En deze dit moment is nooit alleen. Ik ga twee jongen. Tot nu toe iedere keer als Bianca daar binnen is geweest, heeft hij geprobeerd te communiceren met iemand. Altijd. Kun je stoppen met het lampje? Kun je het lampje bij mij aanraken? Nee, ook meer. Ja. Dan weer dat lampje. Stoppen met het lampje. En het balletje. Mens. Zou je nogmaals mijn lampje aan kunnen raken? Nee, stop maar met dat lampje. Deze voor mij. Nou. Die ben jij. Dat hier wel een beetje altijd gaat. Zou je nog één keer mijn lampje aan kunnen raken? Met een vrouw dat ik dan die ik vast heb. Nee, die ik vast heb. Ja, alle twee tegelijk. Ik kan ja. Twee aan de hand op. Raak deze ook maar aan. Springen. Springen? Nee, ik ga niet springen. Ja. Spring dan. Ben jij hier gesprongen? Wie daar is? Oh, hou op. Ja. Hij heeft gewoon wel in. Wat? Wie daar is. Sharon. Ik heb het vaak gesteld dat hij naar leiden. Luister. Oké, het is duidelijk. Ben jij hier? Oh nee, dat is niet handig om te vragen. Bent u een man? Kun je het lampje erop aanraken? Ben je een vrouw? Kun je het lampje erop aanraken? Ja, kan tegenwoordig ook. Oh, ja. Oké. Okay. Duidelijk, dankjewel. Onbeslist. Ik heb alleen geen vragen meer. Hoeveel personen hier? Oh ja. Met hoeveel personen ben je hier? Ja. Of ga je dat doen? Ja, gewoon zeggen met één. Nee, met één. Oh ja. Als je hier in je eentje bent, kun je het bankje nog aanraken? Ja, rustig aan. Ja, dat zijn er heel veel vrouwen. Oké, duidelijk. Als je hier met z'n tweeën bent, kun je het lampje dan aanraken? Ben je hier alleen? Ben je met meer dan tweeën hier? Ben je er nog? Moet ik weggaan? Komend om me te halen. Kan zijn.
Waar ben je dan? Kun je laten zien waar je bent? Moet ik naar je toe komen? Nou, kom maar aan, hè. Ja, wat denk je, hè? Nou, nu sta ik naast je als het goed is. Klopt dat? Kun je het lampje nog eens aan laten gaan? Ja, is best duidelijk. Iemand nog een vraag? Waar is die opdracht nog eens? Oh, wat kind is. Ja. Kind vraagt, ben je een kind? Ben je jonger dan 18 jaar? Wil je het lampje dan aanraken? Ben je... Zo, dat is een bel. Ben je nog een... Ben je een kind? Ja of nee? Als je een kind bent, kun je het nou nog één keer aanraken? Ga weg. Oké. Moet ik weggaan? Gebruik ik het. Je gebruikt het door middel van dichterbij te komen. Moet ik weggaan? Raak dan het lampje maar aan. Of het balletje. Duidelijk, toch? Dankjewel. Fijne dag. Kijk je. Ja, ik ga weg. Hemel. Ja, nee, is goed. Ja, doe maar. Met een paar man naar beneden? Dat is natuurlijk wel heel vol, of niet? Wil je zeggen, we proberen het gewoon. We proberen het niet. Oké. Nou, naar beneden. Wil je niet meer proberen? Ja, we duiken naar beneden. Oh, leuk. Iedereen. Oh, hier. Zou ik eens naar buiten gaan en even kijken wie nog meer naar buiten wil? Chris neem ik ook mee. En dan dat het even wat rustiger is. Hoe is het? Ik zet die hier even neer. Ik zou hem wel goed gaan, vind je leuk? Ja, ik weet waar jullie naartoe gaan. Huis. Oh ja. Ja, dat was ook lekker duidelijk, hè? Ik ga even donker regenwater, hè. Ben je hier vermoord? Of je me zeer meer aan het zien. Nee, ik ga niet mee. Maar ik heb al een keer. Ben je hier vermoord? Weet je. Als je hier bent vermoord, kan je dan even de lampjes af laten gaan. Misschien. Het is niet vermoord, maar gewoon water. Overleden. Nou, dat weet je vaak niet, toch? Ben je hier verdronken? Kun je dan even de lampjes af laten gaan? Wat? Heb je dorst? Als je er nog bent, kun je dan een van de lampjes op apparaat af laten gaan? Dans. Nee, ga je dansen? Dat doen ze hiernaast, dansen. Ja, met pilletjes, moet je niet ingaan. Nee, hier is veel gezelliger. Als er iemand is, kun je een teken geven? Gewond. Gewond? Kijk, dankjewel. Ben jij hier gewond geraakt? Ben je hier overleden? Als je er nog bent, raak dan eens het balletje aan. Moet ze... Oh, nee, het balletje, die ligt in het midden. Kun je die eens aanraken? Het balletje. Dat is dat ronde dingetje. Ben je hier om het leven gebracht? Laat dan eens een apparaatje afgaan. Oh, Jezus, wees er af. Dat weet je ook. Vervloekt. Ben je vervloekt?
Nee. Ben je hier vermoord? Kun je dan op radius af laten gaan? Proberen. Hoe heb ik gestorven? Ja, daar komen we achter. Hoe ben ik gestorven? Dat weet ik niet. Ja, dat weten we niet. Nee. Dat hopen we eigenlijk erachter te komen. Als jij antwoord geeft op onze vragen. Dat zeg ik met heel veel glas. Dan heb je jezelf gesneden. Heb je geprobeerd zelfmoord te plegen? Oh, ik heb ook kippenvel. Ja, ik ook. Ik heb ook. Het is dat zo eigenlijk. Is het? Ik heb ook helemaal tranen over. Raar, hè? Ik heb kippenvel, inderdaad. Ik heb ook kippenvel nu. Ja. Laat eens zien dat je er bent. Laat eens een apparaat afgaan. Door middel van het dichterbij te komen. Dankjewel. Kijk. Dat bedoel ik dus. Kun je het wel langer doen? Iets langer doen. Kun je hetzelfde doen wat je net deed, maar nog iets langer. Kan je die rode eens nog een keer af laten gaan? Letterlijk hetzelfde wat je net deed bij het rode lampje, maar dan iets langer. Ja. Dankjewel. Wij zijn hier met camera's. Ja, die van mij gaat af. Wat vroeg jij? Als die 32 jaar geleden dood is gegaan. Ja. Van mij gaat ook af. Ja, dat is wel heel... Ja. Ja, 32 jaar geleden, toen was dit voor mij nog niks, toch? Wat heeft hij dus? Nieuwsgierig. Ben je nieuwsgierig? Nou, wij doen jou niks. En de apparaatjes doen jou niks. We willen alleen wat meer over jou te weten komen. Als je 32 jaar geleden dood bent gegaan, kun je dan het rode lampje af laten gaan. Dat doet niemand. Ik wil je vallen. Ja, ik ook. Niet het groene lampje, maar het rode lampje. Dat doe je door er dichterbij te komen. Dankjewel. Dankjewel. Vind je het fijn om met haar te praten, om met haar te communiceren? Als je een jongen bent, kun je dan een van de apparaten af laten gaan. Als je een meisje bent, kun je dan een van de apparaten af laten gaan. Je bent dus een meisje. Seans. Dankjewel. Seans. Gewoon even doorvragen. Even niet erop laten wat er gezegd wordt. Blijven. Ben je boven de 18 jaar, kun je dan een van de lampjes af laten gaan. Meer. Ben je onder de 18 jaar, kun je dan een van de lampjes af laten gaan. Waar? Slapen. In haar hand. Het apparaatje wat ze in haar hand heeft, daar de lampjes van. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je dan het lampje in mijn hand af laten gaan. Als je onder de 10 jaar bent, kun je dan het lampje in mijn hand af laten gaan. Hetzelfde persoon is die meest geloofd en andere geworden. Die kamer. Maar die was onder de 5, ja. Ja, maar deze onder de 8. Maar hij is onder de 2. Nou, met mij. Als je ouder als 10 jaar bent, kun je dan het lampje in mijn hand af laten gaan. Wie zijn zij? Ik ben Michelle. Wie zijn zij? Ik ben Owen. IJzer. Ik ben Bianca. Ik ben blij.
ben ik dood. Ja, jij bent dood. Hij is dus boven de 10. Zij is dus boven de 10. Ja. Een tiener. Als je 11 jaar bent, kun je dan het lampje in mijn hand af laten gaan. Ik ga nu langzaam optellen vanaf 10. En als ik jouw leeftijd noem, dan laat je het lampje afgaan in mijn hand. Oh. 10. 11. 12. 13. Heel strak, dubbel. 13 jaar. Als je ziekenhuis. Als ze daarom in het ziekenhuis is, ze daarna overleden. Misschien is een poging tot zelfmoord gedaan. In het ziekenhuis zegt gewoon hier en hier overleden. Misschien zeggen ze trouwens ook wel omdat het. Dat zegt op telefoon of mobiel. Achter de telefoon en de computer zijn ze toch? Wat is er met me gebeurd? Maar, daar proberen we achter te komen. Ja, maar ze zegt computer en mobiel. Oh, nu raak ze misschien even op de war door. Ja, maar als ze zegt computer en mobiel, misschien als we op Google straks opzoeken, is er een meisje van 12 of verleden in. Tot waar? Ga eens kijken. Als je 13 jaar oud bent, kun je dan het lampje in mijn hand af laten gaan. Ik ben 13 dan. Ja. 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 Ja.